weer bij een nieuwe video. Ik heb vandaag een super leuke video voor jullie, want ik heb namelijk een collab samen met Cindy. Cindy Lee maakt ook do-it-yourself video's en ook hele leuke andere video's. En we hebben allebei een do-it-yourself gemaakt over hoe je leuk een laptophoes kan versieren. Dus ben je sowieso benieuwd naar haar video, dan kan je aan het einde van deze video doorklikken. En dan kom je op haar kanaal en ook op haar video. Zoals ik al zei, ik ga deze video een laptophoes versieren. Ik zag namelijk op Pinterest en Tumblr heel vaak dit plaatje tevoorschijn. En dan dacht ik, ja, dat wil ik ook. Ik wil dat ook hebben. En nou, uiteindelijk is dat natuurlijk nergens verkrijgbaar. Alles wat je op Tumblr ziet, niemand weet waar je dat koopt. Toen dacht ik, dan ga ik het gewoon zelf maken. Dus ben je benieuwd hoe ik dit ga maken? Kijk dan vooral verder. Wat heb je nodig? Een laptophoes. Deze laptophoes komt van smartcover.nl. In de beschrijving staat een leuke kortingscode. Plakplastic, een schaartje en verschillende kleuren stiften. Voor de laptophoes hebben we een mandala nodig. Dus typ in op Google mandala en kies er eentje uit die jij leuk vindt. Je hebt makkelijke en moeilijke mandala's. En de mandala die ik gebruik, die zal ik wel eventjes in de beschrijving zetten. En dan print je deze mandala uit. Als je een MacBook hebt, dan is het leuk als je het appeltje nog wel ziet als je de hoes omheen doet. Dus ik trek het appeltje over op mijn mandala. En dit knip ik dan uit. Heb je nou geen MacBook, dan kan je deze stap gewoon overslaan. En dan is het tijd om je mandala te gaan inkleuren. En dit mag je natuurlijk helemaal zelf weten hoe je dat doet. Ik gebruik 3 kleurtjes, roze, geel en blauw. En ja, probeer het zo netjes mogelijk en precies te doen. Ik geef toe dat dit eventjes een werkje is. Maar neem gewoon alle tijd om rustig je kleurplaat in te kleuren. En als je je mandala helemaal hebt ingekleurd zoals jij wilt, dan kan je hem gaan uitknippen. Als je een ronde mandala hebt, dan gaat dit ietsjes makkelijker. Maar ik heb allemaal kleine uitsteekpuntjes. Dus dit moet je ook eventjes geduldig doen. De mandala gaan we achter de doorzichtige laptopcase plakken. En dit doen we door middel van plakplastic. Dus knip een stuk plakplastic wat groter is dan je mandala. En haal dat witte laagje eraf. Hier plak je je mandala op. Let op, dit is heel belangrijk, dat de mooie kant naar boven is. Dus de lelijke kant naar het plakgedeelte toe. Nu is het plakplastic nog een stuk vierkant, maar knip een rondje om de mandala heen, zodat die plakrand niet meer zo goed ziet. Kijk van tevoren goed waar jij de mandala wilt hebben. Zet eventueel een stipje. En plak dan aan de binnenkant van de hoes de mandala vast. Dus goed stevig het plakplastic aandrukken. Dan hoef je alleen nog maar de hoes op je laptop te klikken. Doe eerst de bovenkant en klik alle zijkantjes goed vast. En draai je laptop om en doe dan ook de onderkant. Als je een klik hoort, dan weet je dat die goed vast zit. En dan is je laptophoes klaar. Wil je ook nog een andere do-it-yourself zien met een laptophoes? Kijk dan ook zeker de video van Cindy. Klik op het scherm of klik op het linkje in de beschrijving. Duimpjes omhoog als je dit een leuke video vindt. En dan zie ik jullie snel weer. En oh ja, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal of volgen op Instagram. Zou ik super leuk vinden. Doei doei!